Holy shit, Mike is gewoon een internetgeest. Ik bedoel het niet letterlijk. Oh, oké. Okay. Veel mensen die mijn kanaal bekijken, kennen me niet als de versie die ik ooit was. En ik weet dat hier zoveel mensen zijn die zo graag positieve veranderingen willen maken in hun leven. Maar zich nog geen voorstelling kunnen maken dat ze echt een compleet nieuwe persoon kunnen worden. Jij kan worden wie je wilt. Ik wil Channing Tatum worden. Zo werkt het niet. Dus in deze video wil ik met je delen het moment dat ik er een eind aan maakte. Aan de versie die ik was. Om plaats te maken voor de versie die ik nu ben en ga worden. Hey mensen, mijn naam is Mike Ranji en welkom op mijn kanaal waar alles draait om het worden van de beste versie van jezelf. Als je nieuw bent, welkom. Als je video's over zelfontwikkeling, spiritualiteit en een gezonde lifestyle interessant vindt, abonneer je dan op mijn kanaal door hier beneden op de rode abonneerknop te klikken. En als je dit kanaal wilt steunen, dan kun je meteen op de duim klikken. Die zou me daar enorm mee helpen. Ik heb een e-book geschreven als inspiratie met de tools die ik heb gebruikt om mijn beste leven te creëren, zodat jij hetzelfde kan doen. Hij is gratis en je kunt hem downloaden door op de link in de beschrijving van deze video te klikken. Ik spreek regelmatig mensen die zo diep zitten dat ze er een eind aan willen maken. En daarmee bedoel ik zelfmoord. Jeetje Mike, ik weet niet wat voor vrienden jij hebt, maar ik vind dat een hele interessante overweging. Even los van alle cliché vooroordelen over zelfmoord. Van het is laf, je doet er anderen pijn mee, het is egoïstisch. De gedachte van zelfmoord is gezond. Het is zelfs heel gezond. En jezelf vermoorden is soms helemaal niet zo'n slecht idee. Ik ga er een eind aan maken. Ja, dat werd eens tijd. Hoe bedoel je dat werd eens tijd? Wacht even. Voordat je ook maar iets in je hoofd houdt. Ik bedoel niet jezelf letterlijk het leven ontnemen. Want dat lichaam waar je in zit, dat is nog prima om te blijven gebruiken. En als je er niet goed voor hebt gezorgd, dat lichaam geneest wel weer. Maar het verhaal, wie wij zijn, de mind, het personage wat we vanaf onze geboorte hebben opgebouwd, dat kan soms beter sterven. En dat klinkt heftig, ik weet het. Maar het is werkelijk iets moois. Het gebeurt overal in de natuur. Een rups die aan zijn einde komt en dysfunctioneel raakt om vervolgens te sterven en te herrijzen als vlinder. Serieus? Vergelijkt u mij nou met een vlinder? Ook wij mensen maken deze momenten van transformatie mee. Onder andere door het afsterven van onze ego-constructies. Jaren geleden was ik op een punt aangekomen waar ik in mijn diepste dal zat. Ik was doodongelukkig. Ik haatte de wereld. Ik haatte mensen. Ik haatte mezelf. Ja, waarschijnlijk haatte ik jou ook. Ik saboteerde mezelf op verschillende manieren. Onder andere met drugsgebruik. En ik had totaal geen liefde voor mezelf. En het lijf waar ik in rondloop. Tot het lijden zo groot werd dat de meest dominante gedachte in mijn hoofd zelfmoord was. Hey, pleeg toch zelfmoord? Hey, maak er een eind aan. Hey, spring gewoon van die flat af, man. Hey, heb je trek in een pizza? Nee, doe maar niet. Spring maar voor die trein. Ik dacht, als dit gevoel wat ik heb blijft, de leegte, de depressie, de angst, dan wil ik niet meer leven met mezelf. Toen was er één dag dat ik mezelf afvroeg, wie wil er niet leven met mezelf? Ik kan niet leven met mezelf. Wie is mezelf? Ik. Maar jij bent toch ik, niet mezelf? Hè? Huh? Wie de f*** is mezelf dan? Ik ontdekte die dag dat er een scheiding was tussen ik en een zelf die ik observeerde als een persoon met trauma's, pijn, limiterende geloofsovertuigingen. Er ontstond een breuk, een dissociatie. En heel even was ik niet de zelf meer. Ik was degene die naar de zelf keek. De zelf die ik wilde vermoorden. Ja, ik snap waarom je voor een trein wil springen. Dit was een hele bijzondere ervaring. De moderne psychologie zou me waarschijnlijk in een crisisopvang hebben gezet en genoeg medicatie hebben gegeven om weer vol gas terug te knallen in de ervaring van zelf. Geen oordeel, maar instinctief wist ik dat de gedachte van zelfmoord
een boodschap was. Een boodschap om een eind te maken aan de zelf die niet meer functioneerde. Zodat ik kon herreizen als een versie die ik echt wilde zijn. Herreizen, net als Jezus? Nee, meer als de Batman. Weet je wel, The Batman Rises? Oh ja, de Batman. Ja, dat klinkt wel cool. En ik weet nog goed wat ik toen deed. Ik verkocht mijn auto. Ik gooide al mijn foto's weg. Ik deed alle foto's van vroeger en dingen die me herinneringen gaven, deed ik weg. En ik gooide het grootste gedeelte van mijn kleding en spullen ook weg. Ik wist heel mijn bestaan op het internet en ik trok mezelf helemaal terug. Ik verbrak het contact met mensen om mij heen en ik zonderde mezelf af. Dit lijkt een reden voor een rode vlag, maar op dat moment wist ik dat ik dit nodig had. Terugkijkend van waar ik nu ben, realiseer ik me wat ik daar deed. Ik pleegde een vorm van zelfmoord. Ik verwijderde namelijk identificaties die ik had met de dysfunctionele saboterende versie van mezelf. Ik was stap voor stap het verhaal van Maika Ranji aan het uitwissen. Hey, wat gebeurt hier? Hey, wacht even. Hey, ik wil niet dood. Hey, wacht even, ik ben veel te belangrijk. Ik werkte naar het worden van een niemand. En zo sprak ik het ook uit tegen mezelf. Ik wilde echt een niemand worden. Dus zoveel mogelijk dingen die Mike definieerde, en vooral op een negatieve manier, verwijderde ik. Mike zou een leeg vel papier worden, om vervolgens weer ingevuld te kunnen worden. Het was een waanzinnig proces, want tijdens dit proces had ik de meest diepe realisaties ooit. De geloofsovertuigingen waar ik me aan vasthield, mijn onzekerheden, mijn trauma's, en alle bronnen van mijn saboterende gedrag. Dit proces van het afpellen van lagen van mijn ego en het loslaten van de daarbij horende energieën, dat niet in een weekje gebeurt. Sterker nog, ik ben er nog steeds mee bezig. Ja, verwacht geen quick fix. Naarmate tijd vorderde, merkte ik aan mijn hele systeem, mijn lichaam, gedachten, emoties, mijn mindset en denkwijze, dat ik niet meer dezelfde Mike was en dat ik nooit meer die Mike zou worden. Sterker nog, de Mike die toen bestond, leek wel nooit bestaan te hebben. En dat was ergens ook waar, want die versie was grotendeels afgestorven. Hallo, ziet iemand mij? Nee? Oké. Ah shit, hij heeft me echt afgemaakt. Misschien vind je dit raar om je voor te stellen, maar ik was ooit iemand die gestoord jaloers was. En ik bedoel echt die stalkende ex die bereid is om de nieuwe date te vermoorden. Hey, ik zie dat iemand je foto liked. Wie is dat? Ik was iemand die woest werd als ik iemand zag die blij en gelukkig was. Omdat ik blije mensen haatte. Wat niet gek was, want ik snakte naar dat geluk. Wat lach je nou, joh? Blijo? Met je blije lach? Ik was iemand die helemaal flipte als iemand achter op mijn bumper kleefde. Tot waar ik zelfs midden op de weg stopte en iemand uit zijn auto trekte. Ik schaam me daar nog steeds voor. Ik was haat, verdriet, boosheid, pijn. Dus tuurlijk wil je daar een eind aan maken. En dat mag. Maar dat hoeft niet door afscheid te nemen van het leven. Dit lichaam kan nog wel even mee, toch? Je kan namelijk op elk punt van je leven besluiten. Nu is het genoeg. Nu ga ik stoppen met het zijn van wie ik ben. Stoppen met mezelf vasthouden aan deze identificaties. Aan deze geloofsovertuigingen en aan het gedrag. Stoppen met jezelf definiëren als iemand met labels, limiterende labels. Ik ben een verslaafde. Ik ben depressief. Ik ben ziek, zwak. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben een slachtoffer. Je bent namelijk helemaal geen van die dingen. Je bent een perfect, imperfect wezen. Jij bent in essentie niet te definiëren met woorden. Jij gaat veel verder dan woorden. En op het moment dat je dit echt beseft, dan snap je dat alle woorden waar je in geloofde dat jij het was, niet meer dan een verhaal is. En dit verhaal, dat kun je wijzigen. Je kunt het verwijderen. Je kunt het herschrijven. Hey, ik zit weer in dit lijf. Hey, en dit voelt een stuk beter. Hey, dit lijf is helemaal soepel. En helemaal ontspannen en zo. Hey, deze mic is veel beter. Je kunt je verleden veranderen en daarmee je toekomst uitschrijven op een blanco vel papier. Als je er klaar voor bent om er een eind aan te maken. En even voor de duidelijkheid.
Een eind maken aan de versie wie je nu bent, betekent niet dat je al je eigendommen, al je vrienden, relaties en het leven wat je leefde kwijtraakt. Niet in paniek raken, je hoeft niet je gezin in de steek te laten en naar Australië te verhuizen. Wanneer je de identificaties losmaakt met dingen die je niet bijdragen, dan zul je automatisch de interesse verliezen in bepaalde onderdelen van je leven. Bepaalde relaties zullen niet meer met je resoneren. En je zult automatisch geïnspireerd zijn om grote dingen te veranderen. Wat eng kan zijn. Maar het leven wat je nu leeft, dat leef je omdat je een bepaald personage bent. En wanneer dit personage verandert, ook voor het beste, dan zal de wereld om je heen zich ook automatisch aanpassen aan wat er met dit nieuwe personage resoneert. Of je blijft hetzelfde, maar wat is daar het risico van? Maar dat was mijn omslagpunt. Een punt wat een aantal jaar duurde. Maar goed, in het totale bestaan is dat natuurlijk niets. Het is nog minder dan een zandkool in de Sahara. Het veranderde de koers van mijn leven. En het veroorzaakt nog regelmatig wauw-momenten van shit. Ik kan niet geloven dat ik zo ben getransformeerd. Ik ga je vermoorden, hoor je dat? Ik zoek je op, ja? Wow, was ik dat echt? Yep, waanzinnig hè? Ongelooflijk. Wat ik kan, kan jij ook. Dus stel jezelf deze vraag na de video. Waar wil ik een eind aan maken? En wie ga ik in dat proces worden? Bedankt dat je de tijd uit je dag hebt genomen om naar mijn video te kijken. Vond je hem leuk en wil je dit kanaal steunen? Klik dan even op de duim onder deze video en abonneer je meteen zodat je geen van mijn nieuwe video's mist. Mensen, zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen. Wees de beste versie van jezelf elke dag. En ik zie je in de volgende video.